ik ben gestopt met het programma. Nee. Ja. Echt niet? Nee, waarom? Ik ben ongelooflijk fel in de wedstrijd. Ik ben ontzettend fanatiek. En ik wil ook echt het beste uit mezelf erboven halen. En dat trek ik ook met mensen mee met wie ik het programma maak. Is het leveltje Matthijs over de streef? Of? Dat is echt een goede tip, ook om de relatie goed te houden. Omdat je namelijk ook... In je relatie wil je misschien even een uurtje, anderhalf uur, even gewoon even jezelf. Ja. Ook al ben je met z'n tweeën jezelf kunnen zijn. Hey, day, dames en heren, alles verder bij en ertussenin. Welkom terug bij seizoen 2. Hollandia van de Lightless Lounge. Heel veel zin in. Och, jullie hebben ons zo gemist, hè? Och. Ik voel het gewoon aan mijn podcast. Elke keer als iemand buiten in het donker liep... dan dachten ze, och, ik ben een Lightless Lounge. Ja, ja. Nou ja, als je kijkt al sinds het begin... Ja. Dan zie je nu hele andere dingen. Ja, want we hebben een nieuwe studio. Ja. Met en nieuwe lampen. Wat voor één. Oh ja. En dat is het meest verwarrende voor kijkers en luisteraars nog steeds. Want ja. We krijgen... Nou, ferme comments soms. Ja. Die toch zeggen van, jullie zitten helemaal niet in het donker. Leugens, leugens. Ze kijken naar elkaar. Zo werkt het niet, want we zitten vol in het infrarood licht. Ja, laten we dat nog één keer uitleggen. Ja. Wij wouden een podcast beginnen omdat we heel vaak in andere podcasts hoorden... Oh, voor alle mensen die luisteren en niks zien. En toen dachten wij, ah... Juist. Wat als niemand iets ziet, including us. Ja. En wat doet dat met het gesprek? Ja. De Nederlandse pers heeft erover geschreven. Editie NL heeft het onderzocht. Ze hebben het nagedaan ook. En het blijkt toch echt inderdaad dat het iets voor het gesprek doet. Hey. Behalve dat wij ons niet kunnen voorbereiden, niet zoveel kunnen onthouden. En jij hebt ook al een paar keer zitten huilen en dan heb ik het ook niet door. Ja, maar dat is prima. Dat is prima. Dat is prima. Maar mocht je nou denken, ja, maar ze kijken elkaar aan. Ja, je kijkt wel naar elkaars geluid en richting. En we weten een beetje waar we zitten. Ja. Ik zal niet meer demonstreren waarom ik niet weet dat het donker is. Ja, het is echt bizar, want zelfs als ik mijn hand zelf voor mijn oog doe, zie ik nog steeds niks. Dat is echt mijn go-to, maar ik zweer het je. Goed, anyway. Ik heb er zo'n zin in. We hebben wel ons best gedaan op de set en denken mensen waarom. Maar we hebben een kast achter ons staan met onze... dingetjes? Ja, hebben dingetjes. Niet blackout baggage, maar gewoon dingen die wij leuk vinden. Ja. En noem één dingetje wat je bijvoorbeeld achter je hebt staan. Ik heb een enorme televisier achter me staan. Ja, gewoon een subtiele award aan de side. Ik wil gewoon even pochen. Dat mag ook gewoon. Ja. Dat is je goed recht. Andere mensen pochen met kokend hete thee. En ik doe het met een kokend hete televisier. Hoppa. Och, het is dat is niet mijn grootste angst, maar... Wat? Ja, thee en een glas water, toch? Maar de televisie is niet mijn angst. Nou, vergezocht, laat maar. Anyway, wat? En ik heb... wat heb ik allemaal achterstaan? Ik heb onder andere een tekeningetje van een vriendinnetje... die de Markthal in Rotterdam na heeft gemaakt. Ik denk dat we een keertje op socials gewoon... een keertje wat in de klas het moeten doen... en dat we dan alles uitleggen. Maar dat ben ik net uit. Subtiel. Anyway, seizoen 2. Ja, zo. Ja, even tot de orde. Ja. Seizoen 2, Lightless Lounge. Nieuwe studio, nieuwe lampen. We zien nog steeds helemaal geen klap. Ja. En wat het allerleukste is de reacties die we hebben gehad. Heel veel. Zowel van de kijkers en de luisteraars, maar ook vooral de mensen uit het vak. Oh ja. Ja, want we hebben nog wel eens wat juicy namen in seizoen 1 gehad. Ja. De thematiek is misschien, je hebt er een bepaald beeld van, maar is je beeld ook anders na de uitzending, ja of nee? Ja. Seizoen 2. Doen we dat niet meer? Nee. Dit seizoen ook weer hele leuke namen. Mensen die wij denken altijd gewoon interessant vinden. Kijk, wat jullie er nou van vinden, dat zou allemaal wel. Maar wij het maar leuk hebben. En wij stellen de vragen en we zien wel verder. Ja, en wij zien niks, dus wij winnen. Precies. En naast... Ja? Nee, ja, sorry. Nee, ga. Nee, want... Ga. Ik zag je geen voorrang nemen. Naast vragen stellen we dus leggen we een debat aan de voeten. Dat is een dark debate, een stelling. We hebben blackout baggage. Dus iemand neemt iets mee wat echt heel vaak heel geestig is. Want dat moeten we ook nog aan elkaar overgeven. Dat gaat wel eens fout. Gaat hier en daar wel eens fout. En we hebben ook darkest hour. Even stilstaan bij de donkerste momenten uit diegene's leven. Ja. En wat is het laatste segment? Twilight Delight. En wat is dat? Daar vragen we naar je guilty pleasure. Wat jij nou doet voordat je gaat slapen. Hè, hoe kom je nou lekker in de zone? Juist. Dit seizoen komt onder andere langs Paul de Leeuw. Ook van de partij is Miss Envy Peru. Jessie Maya komt langs. YouTuber. En ook Patty Brad komt langs. Oh, Pat! Een oud collega van mij. Niet uit het vak, want dan maak ik mezelf te belangrijk. Maar iemand waarmee ik vroeg heb gewerkt is Jeroen Den Adel. Maar dan hebben we best wel heel veel namen. Maar je gaat het vanzelf nog ontzien als er nog namen bijkomen en dat soort dingen. En dan houden jullie allemaal van op de hoogte. Ja. Maar we hebben in ieder geval al een mooie reeks klaarstaan. Ja, zeker. Ja, ik wil graag één ding clarifyen. Ik haat het wanneer Nederlanders dat doen. Clarify? Engels woord. Oh ja. Ik wil nog één ding even duidelijk maken, want het ligt me diep in mijn hart. Nee, seizoen 1 zaten we niet aan een bureau. Nee, seizoen 1 was ook niet in een kantoor. Dat was in een karaokebar. Dus daarom hebben we nu dit shot. Zodat we heel de tijd als wij... Jij bent nu gaan zwaaien, toch? Voordat mensen... Ik deed zo. Oh, je kan niet zien wat ik deed. Ik deed mijn armen zo open, zo van... Kijk, daar zitten... Oh, en ik deed zwaaien. En dan kunnen ze zien dat we heel het uur onze buiken moeten houden. Ja, en dat we dan nu bijvoorbeeld sokken aan hebben. En soms als een gast schoenen aan doet, dan doen wij schoenen aan. Ja, en als ze het niet doen, dan ook niet. Precies. Maar we doen geen blote voeten. Nee. Daar moet je voor betalen. Ja. Het laatste wat we nog willen zeggen is dat we... ontzettend dankbaar zijn voor alle steun. Ja. Gaan we dood? Nee, maar ik... Sorry, maar bedankt. Nee. Oh, echt waar, zoals Ritalin. Maar jullie reviews en comments en dat soort dingen, dat helpt wel. Dus ik wil wel vragen of jullie misschien nog op Spotify... waar je dit bijvoorbeeld dus ook met video terug kan kijken... Ja. Laat er even 5 sterren review achter of zoveel sterren als je wil. Maar alles helpt. En andere podcastplatformen ook. Want dat hebben we nodig om de boel te verspreiden. Ja, en gratis te houden. Als zitten we weer voor niks. En we kunnen het gratis houden, omdat we een lekkere sponsor hebben. Ook dit seizoen, House Labs. Meid! Het merk van Lady Gaga. Daar gaan we een te gekke giveaway mee doen. Dat zie je weer op Instagram. En daar vertellen we later meer over. Nou, genoeg met lullen. Laten we de bank vullen. En voor het glittergordijn mag deze persoon er zeker zijn. Ja. Namelijk... Paul de Leeuw. Ik heb hier heel veel zin in. Ja. Paul heb ik... Ja, ik keek hem naar de bank alsof hij er zat. Maar ja, bijna. Hij staat beneden te trappelen. Maar we hebben... Ja, ik ben echt opgegroeid met hem kijken op tv. Ja, ik ook. Toch? Ja, alle programma's. Ook. En het is echt een ontregelaar. En ik ben... Jij was voor mij ook heel benieuwd hoe dat nou ging standhouden hier in het donker. Nou, ik hoop dat de set nog staat. Wanneer die weer gaat. Oh, dat rijmt. Meid, we zitten helemaal in Sinterklaas. Sinterklaas deed hij ook. Oh ja. Ja. Zoveel aan te vragen. Oh. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd, vooral ook in dit huidige medialandschap, omdat hij al een tijdje meegaat, no shade. Ja. Maar hoe het huidige medialandschap zeg maar veranderd is. Of hij het nog leuk vindt. Of hij het wel eens moeilijk heeft gehad. Weet je, is hij altijd lief geweest. En ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat vindt hij nou echt van Adèle? Ja. Jij hebt hem bij Adèle ook gezien toen. Ja. Veel te bespreken. Ik kijk hier al heel het seizoen naar uit dat je dit weer moet zeggen. Oh nee. Ja. Hoe ging die ook eens weer? Laten we hem erbij halen. Laten we hem erbij halen. Lights out. Welkom in de Lightless Lounge. Oh ja. Oh ja. Nou heb ik het door. Nu weet ik wat het programma over gaat. Welkom, Paul. Dankjewel, Nikkie. Het is officieel. Het is zo officieel. En Wes. Ja. En Wes. Het is heel raar in het donker. Gek, hè? Maar we zijn wel in beeld. Ja. Ik denk dat ik al een soort kleine lichtelijke... alsof ik een tia heb gehad. Kijk, want ik weet mijn god niet waar ik naar toe moet. Ik zie wel rode venstertjes. Ja, dat zijn de lampen. Dat begrijp ik ook wel, hoor. Oh, nee. Het zijn geen lichtjes van een fiets. To the point, jongens. Ja. Goed. Ja, to the point. Ja, hij is een ontregelaar. Ja. Hij heeft ons hier gelijk al. Welkom bij de Lightless Lounge. Nou, Paul, vertel eens wat over jezelf. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Ik ben Paul de Leeuw, die woodpecker na. Nee, ik wilde lief beginnen, Paul, maar ik hoop dat je dat ook goed opvat. Maar ik ben echt opgegroeid met jou op tv. Ja. Ik voelde de pijn in die ja. Nee. Oh. Het is een reële ja. Ja? Ja, tuurlijk, ja. Het doet geen pijn als iemand dat zegt. Nee, het is nu ook in de fase dat ik ook moet uitleggen wat ik vroeger heb gedaan. Weet je? Ja. Dat is ook heel normaal. Naarmate je ouder wordt, ja, dan vervagen dingen. Dan wordt het een soort moeras waar je in verdwijnt. En uiteindelijk opeens weet niemand meer wie je bent. Ja, als je daar jezelf niet op voorbereidt, dan word je een hele nare, misschien zure man. Wij waren net aan het voorbereiden. En ik zweer het je, Paul, dat is echt geen leugen. Maar ik zat aan de keukentafel. En toen kwam Mr. Blue op, van René Klein. En als ik het heb over muzikale herinneringen, dan is dat voor mij echt een van de eerste liedjes als kind. Ik snapte nog niet wat dat was en waar het voor stond. Maar dat was het eerste liedje wat ik echt mooi vond. En dat is natuurlijk voor mij nationaal bekend geworden hier, omdat jij dat hebt gezongen ook in jouw uitzending. Nou, dat deed Klein, hè? Ik was de backing. Ja, dat is waar. Je was er aan de zijkant bij. Heb jij toen doorgehad wat het voor impact zou hebben? En dat ik weet wel. Cornelant Maas, een van mijn beste vrienden, en die zat in de redactie van het programma Schreeuw van de Leeuw. Wat echt wel een taboe doorbrekend programma was in die tijd. Ja. Weet je wat raar is? Als je donker praat, dan voel je ook echt blind. Nee, maar echt, want ik zit nu, ik denk nu opeens aan Marjolein als iemand die mij leuk vindt, die ook blind is. Ja. Ik denk dat ik ook een beetje kijk zoals haar. Je kijkt eigenlijk nergens naar haar. Nee. Maar heb je wel je ogen open? Ja, maar ook wel af en toe dicht, denk ik. Ja, grappig. Ja. Maar je zegt, ik heb wel vaker dat je momenten hebt waarvan je op dat moment niet weet wat het nou veroorzaakt. Nee, heb je daar meer voorbeelden van? Nou, ja, zeker. Met verstanden beperkt, waar ik vroeger mee begon. Mijn nichtje Margrietje, die had ik in mijn uitzending. En dan heb ik het echt over 1989 en 1990. Maar echt, als het over verstandelijk beperkte ging of handicaps, dan had je daar een programma voor van Coach Post, maar een groot uur. Dan gingen ze een uur serieus praten over een handicap. En ik probeerde amusement te maken op een gewone manier. Zoals ik ook mijn eigen programma ben begonnen. Van ik ben Paul, ik ben homo, ik heb een vriend, ik ben kalend. Wat gaan we nu doen? Dus daar niet echt ding van maken. Dat hoort gewoon bij wie ik ben. Ja. Ja. En mijn nichtje was al jarenlang bij mij. Dus daar ging ik mee om, zoals ik altijd met mijn nichtje omging. Gewoon normaal doen. Want ze is wel beperkt, maar daar is niks mis mee. Hm. En dat was enorm spectaculair, werd dat gevonden. Dat ik opeens zo met mijn nichtje omging, alsof het gewoon een normaal iemand is, wat gewoon ook zo is. Hè? Ja. Ja. Maar ik deed dat niet om dus te denken, nou, ik doe nu iets abnormaals of iets wat spectaculair over zal komen. Dat werd uiteindelijk later pas gevonden. Ja. Met als hoogtepunt, ik had ooit een serie, Schreeuw van de Leeuw. Mm-hmm. En we hadden elke week een soort decorstuk. En de decorontwerper, Chris Koolmees, die had 12 decorstukken verzonnen. Een bootje, een iglo, een camping, maar ook een berg. En elke keer als we dan een onderwerp verzonden, oh, dan doen we die iglo. Oh nee, dan doen we dat waterkantje. Oh, dan doen we de wigwam. Maar toen zei Chris Koolmees steeds, ja, maar we hebben ook nog die berg. Dat is een groot ding en daar kan je weinig mee doen. Ik zei, nee, dat weet ik wel, maar dat komt wel. Maar uiteindelijk, die berg bleef tot in de laatste aflevering bleef die over. En we hadden als onderwerp bedacht blinden en slechtzienden. Daar zouden we een aflevering mee maken. Op een berg? En toen zei Chris Koolmees, ja, we hebben alleen die berg nog. Ja, het is niet anders. Dus nou ja, goed. Dus ik ging op die berg zitten en al die slechtzienden. En die moesten naar mij toe op de tas, die berg op. Nee. Achteraf, die uitzending was best leuk en goed. En achteraf een recensie gekregen in Vrij Nederland. Toen nog een heel populair blad. Ja. Nou, de berg, dat was zo briljant bedacht. Zo goed verzonnen. Maar het was niet verzonnen. Het was het enige decorstuk wat we over hadden. Ja, dus dat werd dan helemaal geïnterpreteerd van, dit is waanzinnig goed bedacht. Het was niet goed bedacht, het was gewoon budgetair. Want anders hadden we gewoon geen geld om een nieuw decorstuk aan te... Had je in een bootje gezeten met elkaar. Precies. Nee, dat was er geen eens. Hier pakten het goed uit. Hier pakten het goed uit. Maar heb je destijds ook veel shit ervoor gekregen? Ja, maar omdat natuurlijk een hele grote groep mensen vonden nog steeds dat je zo niet met elkaar om kunt gaan. Dat is allemaal nog... Het komt nu ook weer terug. Ik begreep nu dat nu mensen zeggen, wat ik met verstandelijk handicap doe, is dat niet grensoverschrijdend. Moet je ze niet in hun waarde laten. Terwijl ik denk, we laten ze enorm in hun waarde. Ja. Als iemand gehandicapt is, wil ik gewoon weten waar het been gebleven is. Of waar is die arm? Of hoe komt dat met die lip? Zat die hond ook via met 1 oog? Nou, stop nu. Laat mijn hond erbuiten. Ja, maar wat is er nou gebeurd met die hond met 1 oog? Er kwam een hele hardnekkige bacterie in. Oh. Ja, en toen moest het oog eruit. Jeetje. Ja. Maar ze kijkt me vriendelijk aan, maar het is steeds zo dat die hond knipoogt naar je. Ik chance met de hond, dat is mijn leeftijd. Ik heb dus inmiddels chance met honden. Knipogen. Hoe zijn we hier nou weer beland? Ja. Ja, ik weet het ook niet. Maar terug naar René Klein, want dat is het impact. Nee, maar ik denk wel dat het met het lange hebben van je carrière, dat je daar dus wel achter komt dat andere mensen dus opgroeien en jou dan vervolgens te vertellen, dit moment heeft veel impact gehad. Want je hebt natuurlijk wel echt heel veel gedaan. Ja. En je hebt ook heel veel geswitcht, vind ik. Niet qua persoonlijkheid, je bent altijd wel jezelf geweest, maar je hebt natuurlijk wel in heel veel vormen gewerkt met producenten, met zenders, tijdstippen, met setup van een programma, et cetera. Ja, ik doe alles waar ik zin in heb. En mijn motto is, laat je vooral vallen, want je wordt altijd weer opgevangen en je kunt weer door. Mooi. Maar natuurlijk, op een gegeven moment is het wel klaar. Ja, ja, vind je dat? Nou ja, dan kennen ze je trucje wel, wat je doet. Ja. Mensen denken, ja, we hebben het nu wel gehad. Het is nu een herhaling van zetten, wat ook absoluut zo is. Maar hoe zou je jouw trucje omschrijven toen? Ik draag uit wat ik ben. Ja. Je ziet ook gelijk aan programma's die minder goed lukken. Dan zit ik niet goed in mijn vel. Dat uitzondering daar gelaten. Bijvoorbeeld de laatste flop is dan Hotel Hollandia geweest. Maar dan ben ik gewoon in een concept geduwd waarvan ik al heb aangegeven, dat concept klopt niet. Ja. Mm-hmm. Alleen ik durfde niet op het laatste moment eruit te gaan. Maar waarom durf je dat niet? Je bent op omdat we waren onttrek en ik wilde het niet in de steek laten. Mm. Maar Ik wil hierbij zeggen, het is mijn eigen verantwoording. Dus ik geef niemand de schuld. Ik ben zelf verantwoordelijk voor dat falen van dat programma. Dus begrijp je dat niet dat mensen denken... ja, ik ga nu de schuld afschuiven. Maar ik had nooit... Ik had moeten zeggen, ja, dit programma moeten we niet maken. Maar als je zegt van, ik ben verantwoordelijk voor het falen... dan zou je ook kunnen zeggen, ik ben in mijn eentje verantwoordelijk voor het succes. Dat ben je ook niet. Dus je bent ook niet misschien alleen verantwoordelijk voor het falen. Nee, maar het is snel... In deze tijd is snel geneigd dat als dit wordt uitgezonden... dat iemand gaat zeggen, oh, Paul, die geeft iemand anders de schuld. Oh, en dat wil ik absoluut niet gezegd hebben. Nee, ik had uit moeten stappen. En het succes heeft vele vaders. En dat moet vooral enorm bewierookt worden. Want het is, alleen kun je geen succes maken. Dat kan, ja. Ik ken ze anders niet. Ik ken ze eigenlijk niet die alleen succes hebben. Nee. Nou, ik vind het wel heel mooi dat jij zegt... dat je gaat gewoon vallen en dat is oké. En ik vind dat ons medialandschap mag dat best wel vaker horen. Want ik heb het gevoel dat als je hier één keer een programma hebt... wat niet loopt... Ja. Nou, dan is je carrière voorbij. En hoe kan het dat je deze kans überhaupt ooit hebt gekregen? Om de criticastjes, zoals Angela de Jong... Overigens, ik lees elke dag met plezier haar stukken. Mm-hmm. En Tina Nijkamp, die zit aan de zijkant. Maar wat er wordt gezegd van een langlevend koningshuis... dat is een briljante serie. Niet voor iedereen. Het gaat over over achter de schermen bij een musical. Mm-hmm. En er wordt gesuggereerd dan door... omdat de kijkcijfers minder zijn... Ja. dat het een programma is wat Nederland niet lust... of wat die goed is. Dus ik denk, nou nee, het is een niche-programma... Ja. wat heel veel mensen leuk vinden. Ook al zijn het er maar 300.000, maar je moet ze maar op bezoek hebben. Dat vind ik het enige dat ik denk, jongens... er is veel meer dan alleen maar het grote. Angela deed omschrijven als... tv is geen test, is geen speeltuin, is geen testomgeving. Die hond! Met het ene oog, ga weg! Nee, maar dat vind ik te makkelijk. Je kan natuurlijk wel... dingen uitproberen. Maar wat ze ook bedoelde is de gemakzucht... waarmee dingen op de tv worden geflikkerd. Ja. Daar ben ik het wel een klein beetje mee eens. Dat geldt misschien ook wel voor Hotel Hollandia. We hadden misschien nog 2 of 3 pilots moeten maken... om te kijken wat nou... Kan het zoveel verschil maken in een pilot of 2 afleveringen? Zeker, want als je aan kunt passen wel. Kijk, als je 1 programma uitzet, moet je eigenlijk 2 weken... Dat kan financieel niet, hè? Dan zou je eigenlijk 2 weken de tijd moeten nemen... om het bij te schaven. Ja. Ja. En vaak is het programma al helemaal opgenomen... en dan zie je een aflevering wat anders moet... maar dan kan je niet bijschaven, omdat de andere 7 zijn ook al opgenomen. Dus ik pleit al wat voor... Maak een aflevering en dan... neem die eerder op en dan 10 dagen lang... nadenken wat de tweede aflevering wordt. Maar goed, dat is ook financieel weer een enorm gedoe. Ja. En dat kan niet altijd. Kan je dan tegenwoordig wel meer... omdat jij een plekje hebt verworven in het medelandschap... waarbij producenten en zenders met jou willen werken... en jij dan zegt van ja, maar dit is wat ik gewoon nodig heb? Nee, het is financieel natuurlijk... het moet allemaal goedkoper en terecht... omdat het allemaal ongelooflijk duur is. En natuurlijk ook budgetten zijn... Ik praat over de publieke omroep, hè. Mm-hmm. Hoewel, de commerciële omroep heeft ook last van. Er is natuurlijk wel een tendens... Ik ben 62 en wit. En ja, Paul de Leeuw hebben we nu al genoeg gezien. Dus het enige wat ik nu kan doen is... alleen maar de dingen als ik op tv ben... laat zien dat het zo'n kwaliteit heeft... of zo'n anders is dan andere programma's... dat het absoluut... op tv zou moeten. Maar dat wordt wel steeds moeilijker. Maar dat vind ik ook weer een enorme uitdaging. Want ik heb natuurlijk, wat je al zei... ik heb al zoveel gedaan dat... zo'n Sinterklaas-uitzending die blijft bestaan. Dat zal nog wel blijven bestaan zolang wij het leuk vinden. Ik en dan de Sinterklaas Hans Kersting. Ja. Omdat het elke keer kwaliteit is. En mensen echt naar verlangen om het te zien. Ja. Maar een programma dat ik maak, waar ik zelf heel trots op ben... dat heet Knoop en de Leeuw. Dat maak ik met verstandelijk beperkte. Eigenlijk een talkshow à la Sophie en Galit of Jeroen of Op1 of Bo. Ja. Maar we werken achter de schermen en aan tafel met mensen... die allemaal een beperking hebben. Dat kan zijn asperger... of laag opgeleid of laag IQ. Het zijn allemaal verschrikkelijke namen, maar goed, beperkt. Ik zou zo graag willen dat we daar meer van kunnen maken... omdat het een absoluut urgent programma is. Ja. Ja. Dan moet je toch tegen netmanagers, omroepbazen... Ja, heel jammer. En we zijn nu geselecteerd op een prestigieus festival. Elk jaar, dat heet Input Festival, waar dan... over de hele wereld worden programma's ingediend. En 2 programma's namens Nederland worden vertegenwoordigd. De TKW-Chinees van Omroep Zwart en Knoop en de Leeuw. Ja. En begin mei zitten we in Charlestown, worden we dan vertoond. Dat zijn programma's die ertoe doen. En daar ben ik heel trots op dat een van die afleveringen... waar ik verstandelijk beperkt echt fantastisch over seksualiteit praten... dat het vertoond wordt. Je zegt 2 dingen. Je zegt aan de ene kant, het moet allemaal wel goedkoper... En aan de andere kant, ja, ik zou wel graag meer afleveringen willen maken, want het is belangrijk dat dit gemaakt wordt. Ja. Snap je die discussie over het bezuinigen dan wel een korte... Ja, goed. Er wordt natuurlijk geld, belastingsgeld wordt besteed. En een aantal jaar geleden hebben ze natuurlijk besloten bij NPO minder amusement te maken, wat ik jammer vond. Dus dat is ook de reden dat ik toen een uitstapje heb gemaakt naar RTL. Mm-hmm. Er wordt nu veel journalistieke programma's gemaakt, waarvan ik vind, ja, ik vind gewoon te veel talkshows op de Nederlandse televisie. Ja. Te veel gebabbel aan een tafel. Wie zou je als eerste weghalen? Ik vind, je zegt weinig, maar als je wat zegt, wordt het hele vervelende vragen. Nou, Galit, maar die is al weg, dus dat is een goede grap. Heb je er nooit moeite mee? Hoe dan tegenwoordig, hoe je eigenlijk bijna weer moet vechten zoals in het begin? Nee, ik vind dat heerlijk. Ja, echt? Ja, weet je, ik vind het echt heel erg spannend. En als je een programma maakt, je bent zo goed als je laatste programma, dat is gewoon zo. Ja, vind je dat echt? Ja, dat is gewoon zo. Ook na de hele carrière die jij... Ja, maar daar kan je niet op teren. Je kan niet wel een beetje. Nou ja, zoals ik nu word gepamperd door jullie, omdat jullie opgroeien met mij. Dan denk ik, ja, dat is heel leuk om te horen. Maar het is niet dat ik vanavond thuis kom van, nou, ik ben gepamperd, want Wes en Nikkie... Daar heb je helemaal niks aan. Ik kijk ook nooit bijna terug. Laatst was ik op een uitnodiging van een talkshow. Sorry, ik zit met de microfoon hier. Bij een talkshow. En... dit is allemaal oude fragmenten zien. En toen raakte ik heel erg ontroerd van wat ik zag. Maar daar schiet je ook niet meer op. Dus dan ga ik weer naar huis, er is niks aan de hand. Maar ik zie wel dat er echt mooie dingen zijn gemaakt. Maar ik kan me ook wel weer verheugen op... ik ga donderdag eten met Hans Kersting. Dan gaan we het ongetwijfeld hebben weer. Gaan we Sinterklaas doen. Dat is altijd officieel vaak dat adem. Dan zijn we weer bereid om het te maken. Wordt weer een dag. Wil jij met mij? Ja, dat vind ik ook leuk om elke keer te doen, weet je wel. Dat is ook een soort officieel ding. Gaan we dit jaar weer doen? Ja, we gaan dit jaar weer doen. We moeten ook echt in de agendas kijken. Want Hans speelt toneel, dus is veel weg. Veel om tour. Yeah. Maar dat zijn allemaal van die... ik weet helemaal niet wat ik de komende tijd ga doen. Maar bijvoorbeeld, er is weer sprake over... wil je weer Ranking the Stars maken? Nou, dat wil ik een aantal jaren niet. Maar nu vind ik het leuk om juist over programma maken... ook een Ranking the Stars te maken. Met programmamakers. Wat nog wel kan, wat nog niet kan. En dan mogen ze mij ook ranken, weet je wel. Dan wil ik zelf ook meedoen. Dan kun je mij altijd op nummer 1 zetten... als het gaat over wat ik verkeerd heb gedaan. Grensoverschrijdend. A dark debate. Het brengt ons wel bij... normaal doen we deze ergens op het eind. Maar we hebben 4 pilaren in dit programma. En één daarvan is een dark debate. Ja. En daarin stellen we een pittige stelling... waar we dan graag je mening over willen hebben. Wij vragen ons af of het medialandschap te veel vertrut. Ja. Jezus, ja. En daar moet je gewoon stil blijven zitten. Want op een gegeven moment hebben ze weer mensen nodig zoals jij en ik. Dat gaat alle... Hoewel, ik geloof wel dat jongeren... onderling veel vrijer zijn dan dat wij uiteindelijk denken. Hoe bedoel je? Ze zijn wel traditioneler in hun opvoeding, in hun opvattingen, maar ik geloof qua seksualiteit dat ze veel vrijer zijn. Ja. Dan, zeker ik in mijn tijd en misschien ook wel jij in jouw tijd. Nee, maar, gewoon, dat is opener, zeg maar. Ja, bij de jeugd er minder taboe op. Ja, dat je hebt ook een hele belangrijke rol ingespeeld, Nikkie. Het accepteren van jezelf, wie je bent, hoe je wil zijn. Nou, in mijn tijd was het ook nog wel zo dat ik dacht in de eind jaren 80... ja, na Jos Brink en Albert Mol was er nog niet echt een homo die zei... ja, ik ben homo, wat is je probleem? Ja, sorry, en dat is de laatste, maar dat was jij dus onder andere ook van mij, Paul. Nee, precies. Maar niet alleen maar in de zin van, zeg maar, een voorbeeld. Want ik vond het ook wel moeilijk, want het homo zijn, zeg maar, komt ook soms met de downfall dat je heel graag grappig wilt zijn. En dat je verwacht dat mensen je dan heel grappig vinden. Of dat je misschien een beetje afleidend doet. Dat vond ik aan de ene kant heel leuk. En aan de andere kant dacht ik, maar dan denken mensen dadelijk dat ik alleen maar zo ben als Paul de Leeuw. Of alleen maar zo als Gerard Joling of zo. Nu heb ik daar wel meer respect voor. Want nu zie ik meer in wat voor landschap jij opereert en hoe je jezelf bent gebleven eigenlijk. Ja, maar nogmaals, dat homoseksualiteit was bij mij nooit een ding. Maar daar was ik gewoon, ik had het al over mijn vriend... of over dat ik een jongen leuk vond, zonder daar een ding van te maken. Het was dus zonder daar gek om te lachen of zo. Jawel, maar ik geloof wel dat het voor jou niet een ding is op tv... maar in jouw persoonlijkheid, het maken van grappen, grove grappen... over seks te grappen, dat hoort wel bij onze community. En dat is wel een stereotyperend... aspect van ons gedrag, wat jij misschien niet bewust over na hebt gedacht, maar waar ik wel eerst bang voor was. Toen ik net in de kast zat, was ik daar bang voor. Zeg maar. Dit begrijp ik. En dat is ook inderdaad, door de tijden heen is dit nog wel... kun je dit op die manier nog wel doen. Ja, ja, dat begrijp ik. En of hoort het erbij? Of denken mensen, erbij, je bent homo, oh ja, dan komt hij weer met zijn vrouwengrapjes. Ja, begrijp ik. En ik merk nu ook zelf... Ik heb gelukkig ook twee kinderen, dus twee zoons... die op een gegeven moment, als ik weer zo'n overseks grapje maakte... zag ik twee mannen naar mij kijken van... God, Jezus, ja, komt dit vandaan? Ja. Dus dat is ook wat lekker, dat je ook door je... omdat ik twee jonge jongens in mijn omgeving heb... dat je ook door hun ook weer bij de tijd wordt gehaald, weet je? Ja. Letterlijk ook. Ja. Maar zijn we dus vertrut, zoals Nikkie voorstelt? Ja, enorm zijn we vertrut. Ja. We hadden vroeger nog wel dingen dat je dacht... zo, mag dit wel, kan dit wel... Het gebeurt nu zelden dat je denkt... we kijken naar Bed and Breakfast voor liefde. En we verbazen ons daarover. Maar het is nog niks dat je denkt... het is spectaculair of het gaat over een grens heen. Nee, maar moet het altijd over een grens heen gaan? Nee, maar maakt niet uit over welke grens... als het maar over een grens heen gaat. Begrijp niet dat het schokkend moet zijn, maar wel van... het is NPO is veel, wat ik wel vind, veel documentaires. Ja. Die zijn echt heel goed, heel goed. Maar het kwaad amusement is het toch wel. Nou, vooral ook meningen van mensen. Ja. Want niemand durft meer echt te zeggen wat ze echt vinden... door de angst om gecanceld te worden. Ja, absoluut. En ook doordat je dan een kop wordt in een social online media... maar je denkt, daar zit ik helemaal niet op te wachten, joh. Nee. Ja. Maar is dat ook, want kijk, ander argument is wel natuurlijk... we noemen het aan de ene kant vertrutten... maar aan de andere kant komt het misschien ook wel erg vandaan... dat als ik soms naar nu een uitzending kijk uit het verleden... denk ik ook wel, ik snap ook wel dat dit misschien niet meer kan. Zoals? Oesje van Dijk. Ja, dat kan niet meer. Nee, maar goed. Nee, dat klopt. Nee. Wow. I love Wendy. Nee, maar nee. Ik dacht, het ging over mijn... oh, bij jou. Bij jou. Nee, ik hoef niet, hoor. Oesje van Dijk. Nee. Maar dat begrijp ik. Maar dat, kijk, dan moet je ook niet... Dan moet je ook de programmamakers die kwalijk nemen. Want in die tijd was dat gewoon leuk. Ja. En nu de hele discussie echt over Azië. Ik heb ook de fout gemaakt over Aziaten iets te zeggen wat niet klopte. Althans, wat een stereotype was. Maar daar leer je van. Je kunt ook zeggen... als je dan weer aan een of andere boom wordt genageld... Ja, jongens, we moeten allemaal leren. Datzelfde met de hele discussie... Hè? Non-binair, hoe spreek je die aan? Met hen. Ik doe mijn best. Het lukt niet altijd. Maar er zijn ook, ik heb nu ook een non-binaire collega... die volgens mij denkt, doe gewoon je best. En als het me te ver gaat, laat ik het weten. Maar alles wat je doet, als je maar je best doet. Ja. Om het te proberen te begrijpen. Maar ik vind het ook wel moeilijk, want ik keek terug naar Oesje... en die deed dus bijvoorbeeld Adèle interviewen. Wat bij jullie ook een thema is. Ja, Adèle. Wie? Zij heeft Adèle. Wie? Ik reageer op je wie. Ik kijk nu naar links uit Nikkie. Heel leuk. While we're on the subject, Adèle... dat is raar, dat hebben we eigenlijk nooit over gehad, en Nikkie, over Adèle. Adèle inderdaad in de studio net buiten Londen. Ja. Ook dit seizoen hebben we natuurlijk weer een nieuwe sponsor. En dat is House Labs by Lady Gaga. Ik zou ons eigenlijk wel vrienden van het merk kunnen noemen. We waren recentelijk nog met ze in Parijs. Ja, ik ben echt de allergrootste fan van House Labs. En we waren in Parijs om hun launch te vieren. Want ze zijn nu verkrijgbaar in Sephora in heel Europa. En dat zijn 15 landen, die Sephora's. En natuurlijk op houselabs.com. En weet je wat? Ik mocht ook nog Mother Monster interviewen. Ugh, oh my god, hoe was dat? Ja, dat is fantastisch. En dan vraagt ze zo... Hoe gaat het met je familie? En dan denk ik, Lady Gaga die vraagt hoe het met mijn familie gaat. Ja, top. Cute. Ja, ik vind House Labs en zo een heel tof merk. En ze zijn heel erg inclusief. Alle ages, shapes, sizes, alles komt voorbij. We waren toen bij het launch event, hadden ze ook een soort van catwalk gedaan. Waarbij ze de 50 Shades of Foundation lieten zien. 51. Volgens mij hebben ze er nog wel een clipje van op Instagram staan. Ja, en talking about Instagram. We gaan weer een giveaway doen op onze pagina @LightlessLounge. En we gaan make-up weggeven ter waarde van €1500. En het zijn allemaal... House Labs bij Lady Gaga producten. Dus dat is echt heel veel geld. Ja, en heel veel producten. Ja, dus ik vind dat je even moet gaan kijken. Ja. Er zit ook een gesigneerd boek bij, maar er zitten ook make-up producten allemaal. En eentje erin heet de Fuse Powder Blush. Ja, wanneer House Labs een product maakt, dan zal je altijd een bruggetje zien tussen high performance en skincare. Dus deze blush heeft bijvoorbeeld 11% skincare ingrediënten erin zitten. En dat maakt dus dat je skincare hebt, maar dus ook make-up die echt goed is. Zoals deze blush. En vandaag heb ik op Pamela Peach. Ja, ik zie het. Dat vind ik knap. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Lang verhaal kort te maken, we houden van het merk. En we zijn heel erg blij met de support ook. Ja. En ga vooral die giveaway uitchecken, want dat is echt gewoon huge. €1500. Gaga, oelala. Nee, we hadden gehoord dat, althans, we deden een verzoek om Adèle te interviewen. Ja. En ze deden eigenlijk geen kleinere landen. Maar goed, jij hebt natuurlijk een heel ander fenomeen, ben je. En toen zei ze, maar we hadden, omdat ik natuurlijk met Adèle een band had. Waarom zeg je had? Ja, had. Heel benaderd. Ja. Nou ja, omdat daar gaan jaren overheen. Mensen denken nog steeds dat ik het telefoonnummer van Adèle heb. Nou, dat heb ik echt niet. Nee. Oh. Ook nooit gehad. Nee. Maar uiteindelijk werden wij dan toegelaten. En met een paar vier, vijf andere landen. En, en Nikkie Tutorials mag een make-up filmpje maken. Ja. Ja. Dat heet dan natuurlijk anders. Ja. En wij filmden in een andere kamer, zeg maar, dan waar jij je interviews deed. En daar was ik bezig met de setup. En toen kan ik me herinneren, jij kwam toen naar buiten. Ja. Eerst naar binnen, ik ben je bij jezelf. En toen kwam je naar buiten en toen zei ja, ik weet het niet hoor, ik weet het niet. En toen zijn wij samen naar Nikkie gelopen. Maar bij jou bleef er hing zo'n energie om je heen dat je gewoon niet wist wat je had gedaan. Of het nou wel goed was. En zelftwijfel. En heb je dat vaker na zo'n moment dan? Ja, zeker. Ik ben nooit tevreden. Dat is me ook wel eens verweten. Jij bent nooit. Dat zie je ook weer in de documentaire Entertainer. Ja, ook dingen gingen ook wel goed. Dat heb ik ook geleerd in deze tijd. Niet altijd van het negatief uitgaan, maar van het positief uitgaan. Ja. Maar dat neem ik niet andere mensen kwalijk. Maar dan neem ik mezelf kwalijk dat ik gefaald heb of niet goed genoeg ben geweest. Ja, dat is gewoon heel hard voor jezelf. Ja, ik ben hard voor mezelf. Ja, absoluut. En toen liepen we naar Nikkie en toen zaten wij daar te kaarten. Te kaarten, notabene. Het leukste gezelschap wat je op dat moment nodig had. Ja. Ik had trouwens ook een leuk gezelschap, maar wij waren allemaal, die mochten allemaal niet mee naar binnen. Nee. Die stonden allemaal buiten. Ja. En jullie zaten met z'n allen te wachten. Jullie waren de allerlaatste. Ja, en het liep gigantisch uit. Want 's ochtends begon ze met Australië. Is het misgaan. Australië, die man had dat album niet geluisterd. Nee. En toen was hij blijkbaar echt heel boos geworden. Ja. En toen is ze weggegaan. Ja. En daardoor liep die hele dag gigantisch uit. Is er paniek in de groep ontstaan. Ja. En ik had allemaal weer cadeautjes meegenomen, zoals ik al de vorige keer ook had gedaan. Ja. Had ik een kinderfietsje gekocht voor haar kindje. Ja. En allemaal cadeaus ook nog gekocht. Ik had zo'n busje, want het programma's busje komt zo. Ik had een minibus gemaakt met allemaal cadeaus erin. Ja. Maar ik mocht niks mee naar binnen nemen. En het was allemaal niet zoals het vroeger was. Nee, strenger. Ja, maar toen zijn ze ook op de Australische televisie. En toen ze eenmaal, alles liep uit. Ja. En toen ze eenmaal binnenkwam, was het echt heel erg leuk. Maar ik zweette als een otter. Ja. Ik had in mijn Louis Vuitton tas wel dingen zitten, maar ik denk, god niet wat. Ik wist mijn vragen niet meer. Nee. En uiteindelijk toen we die chips gingen eten, ik had haar lievelingschips meegenomen. Ja, met Worcestershire saus of zo? Ja. En toen kwam het oude gevoel weer terug. Ja. Ja. En toen heeft ze ook wel gelijk gezegd wat favoriete restaurants waren voor haar. In Londen, 2, ben ik ook in 1 absoluut geweest. En we hebben in Londen in een soort café waar ze vroeger kwam, hebben die avond ook hamburgers en wijn gedronken. Ja. Het andere was een Chinees restaurant. Daar gaan we nog steeds naartoe om daar te eten. En na afloop hebben we nog even omhelst. Het werd wel heel erg gelachen door de cameraploeg. Dat weet ik nog wel. Oh. Die hebben ook nog wel me gecomplimenteerd. Maar uiteindelijk ging ze kwam een deurtje uit en ze ging een deurtje in. Ja. En ze was weg. Ja. Ja. En hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik vond haar zelf heel erg fijn en heel erg leuk. Wel echt een streng team om de heen. Waarschijnlijk ook met hele goede redenen. Maar het voelde voor mij echt als een soort escape room. Was jij nerveus? Nee, ik was de eerste 5 tellen. Maar toen ik eenmaal bezig was, dan zit je er wel overheen. Maar ik vond het vooral zo moeilijk dat we zouden eerst 3 kwartier krijgen, geloof ik. Ja, eerst een uur. Eerst een uur en dat werd 3 kwartier. Ja. En ik ben gewend eigenlijk wel. Dat je kan altijd nog ergens wel, kan je nog wel even een beetje rekken. Ja. Maar er ging een kookwekker af. En het was klaar. Ja. Ze moest weg. Ja. Dus ook vanuit Adèle zelf was het niet dat ze dacht van, ik blijf nog heel eventjes langer zitten. Nou, weet je ook wel, lastig dat je de laatste bent, weet je wel. Ja. Dan ken je zelf ook nog eentje, dan ben ik klaar. Dan denk je, als ik klaar ben, dat is wel. Maar je bent zo kwetsbaar in jouw geval, want ze komen natuurlijk zonder make-up komen ze binnen. Ja. Ja. Dat vond ik ook zo perfect aan die serie van je. Ja. Dat je hoe bloter kun je niet opstellen, weet je. Ja. En dat had ze wel, want ze had wel die vrolijkheid. En, ja, heel erg. En jouw moment volgens mij dat je echt ontspannen, Nick, was volgens mij, we hadden wijn. Ze had een nummer, I Drink Wine. Ja. Ja. En wij hadden wijn meegenomen en een glas. Nou, ik weet natuurlijk niet of ze dat gaat drinken. Ja. Maar toen zei jij van, ik fiets hem er gewoon in. En toen zei ze, no. En toen zei je een soort van, oh. Why? En is that I can't bloody drink at the moment. moment. Ja, iconisch. Why? Because I'm working. Ja. En toen zei I have a sip. En toen was het volgens mij... En toen, ja. Nou, en toen zei ze nog, ga je ook eyeliner zetten? Toen was de pret weer weg. Oh ja, ja. Toen was je weer trillen. Ja. Ik heb dat wijnglas trouwens nog steeds thuis. Ja, en toen kwam er 3 maanden later schimmel op. Goed. Ja. Maar ga je naar München? Naar de... Nee. Nee, oh. Jullie wel? Ja. Zijn je uitgenodigd zeker? Nee, we hebben gewoon een kaartje. Nee, we're not that close. Maar, we hebben nog een kaartje over, je mag mee. Nou, dan ga ik zo mee. Ja, ja echt? Ja, maar en betaal ik ook, hè? Ik hoef niet maar wij hebben een plek, dat is in de zomer, in augustus. Oh, dat lijkt me heel erg. Nou, dat is een deal. Ja. Oh. Ja. Okay. Maar ja, donker zeggen wel vaker dingen die in het licht niet menen. Huh? Als we in bed liggen, dan ziet het er leuk uit. Licht aan, godverdomme, wat ligt hier? Weet je wat ik altijd nog een keertje hoop? Is dat je gewoon de nieuwe Villa Velderhof situatie wordt. Want ik snap gewoon niet. Ik vind jou heel leuk in je interviews. Je bent heel gastvrij. We hebben een keertje bij je thuis mogen eten. Nou, dan staat het aanrecht staat vol met lekkere dingen. En ik wil daar even inspringen. Dat was een hele bijzondere dag. Want dat was de dag van de Voice-schandalen. Oh ja? Oh ja. Ja. En toen zaten we in de auto. En toen kwam het allemaal naar buiten. Ja, ja, klopt. En toen kwamen we bij jou thuis. En toen was het echt, oh mijn god. Ja, maar zo'n Villa Velderhof wordt al heel vaak gedaan. Ik zie je nu terug bij Bo. Aan een beertje of boven een berg. Ik weet niet meer die allemaal is. Ja, maar de Meilandjes verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Oh. Niet. Journalistiek zitten gewoon 3 mensen aan een tafel. En die hoe gaat het nou? Drink je geen wijn? Oh, je moeder is overleden. Ja, hoe was het nou? Nou, dan denk je, ja jongens, kom op. Ja, maar de reden om iets niet te doen dat het er al is niet om... Jij zal het toch op jouw manier doen. Dus dat blijft ja, toch wel staan, zeg maar. Ja, nou ja, het grappige is dat ik ben eigenlijk... Sinds januari heb ik wat minder werk opgenomen. Ik speel nu in Jesus Christ Superstar. Een hele mooie, kleinere rol, maar heel erg leuk om te doen. Mm-hmm. En mijn theaterprogramma is afgelopen 60 We Zien Wel, wat heel succesvol was. En ik merk nu dat ik de eerste dagen in mijn stoel zat. En normaal, ik heb altijd iets in mijn hoofd. Dat ik iets verzonnen heb of iets doe. Ja. En nu is er helemaal niks. Nee? Ik werd er nerveus van en nu vind ik het heerlijk. Dus wat ik al zei... Vanmorgen, maar is dit dan het begin van het eind? Nee, want ik heb wel 1 ding in mijn hoofd. En dat is? Dat was een nieuw amusements... Ik noem het nu amusementsprogramma, heel grappig. Mm-hmm. Waarin dus gewone mensen weer centraal staan in een spel. Ja. Nou, dat zit nu... Ik heb het uitgeknipt. Het zit in mijn tas, in mijn rugzak. Ik heb mijn rugzak nu niet bij me. Oh, en dat spel moet ik dan met een paar mensen gaan spelen... of het inderdaad een spanningselement heeft. En dat ligt nu al... Heb ik dus zelf gelopen knippen met cijfertjes en dat soort dingen. En ik had gisteren dan een vergadering gehad, dat heb ik afgezegd, want ik had 5 dagen gespeeld en ik was gewoon moe. Ja. Ja, ik speel maar 3 minuten op het toneel, maar je bent toch de hele dag bezig. En het was ook net, het zijn mijn eerste voorstellingen, dus je bent ook best nog gespannen of je de rol goed genoeg doet. Ja, word jij nog gespannen? Ja, zeker. Echt? Ja, zeker. Ik hoop ook dat je het altijd hebt. Omdat je dan scherper bent. Ja, je moet altijd gefocust zijn. Als je maar denkt, ik doe het met 2 vingers in mijn neus. Ja. Dan wordt het gewoon minder goed, denk ik. Ja. Maar dat is wat theater is voor jou dan? Dus ja, tv ook natuurlijk. TV ook, ja. Ja, als je eenmaal... Ik doe dan altijd de warming-up zelf... om het publiek een beetje los te krijgen. En dan ga ik af. Dan zeg ik altijd... U moet nu wel doen alsof u me nog niet gezien hebt. Hè? Ja. Dat u minder klap van... Ja, hij heeft al 10 minuten lopen lullen. Waarom doe je dat zelf? Omdat het publiek de helft is van het succes. Ah, dus je moet het zelf doen. En er zijn heel genoeg warming-uppers die goed zijn. Maar ik vind het zelf lekker om de applaus te doen. En dan worden ook shots vertoond van mensen die in de zaal zitten. Dus ik weet ook waar een paar leuke mensen zitten... waar je iets mee kunt doen, weet je wel. Die een leuke babbel hebben of een leuke lach... of een bijzonder kledingstuk aan hebben. Ja. Zeg ik dan, vroeger zou je zeggen legging. Dat mag nu ook niet meer. 3/4. Ze komen weer terug, hè, de legging. Ja. Ik zou heel goed weer op die fluisterbroeken. Fluisterbroeken. Ja, mag ook niet meer. Nee, maar alles mag nog wel. Als je maar weet wie het zegt en hoe het wordt gezegd. Ik zit nu in de donker. Ik ben begonnen hoe ik erbij kijk als ik fluisterbroek zeg. Nee. Wat is een fluisterbroek? Dat is... En is dat liplezen? Dat zijn liplezers. Oh, een camel toe. Je ziet ze wel, maar je hoort niet wat ze zeggen. Maar je zegt van... Oké, dus ik ben altijd gespannen en dan ga ik op. En dan... dat applaus is belangrijk. Ben je verslaafd aan applaus? Dat ik toch thuis het toilet doortrek als ik... Ja, dat je een... Goed zo, goed geplast. Nee. Nee? Maar dat kan ik pas zeggen als ik inderdaad klaar ben... en opeens de rest van mijn leven bloed geef 1 keer per maand. Ja. Nee, want nu zit je er nog middenin, bedoel je? Ja, ik zit er nog middenin en ik vind het nog best wel lekker om applaus te krijgen. Maar als je in het theater staat, luister je niet dat je dan denkt van... oh, maar deze zaal ging echt nog harder uit de dak dan de vorige. Nou, of je programma is... Nee, mensen reageren beter dan... Niet zozeer het applaus, maar mensen reageren beter. De lach valt beter. Ja, of de avond gaat beter, of de mensen hebben het beter door. Of je zit gewoon... Je bent altijd nog aan het sleutelen aan het programma. Ik kan me niet voorstellen dat je een programma, zeker als je dat zelf hebt geschreven, dat je denkt, nou, ik ga nu op de automatische piloot. Dat doe je af en toe wel, als je het niet lekker voelt. Mm-hmm. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik had in het programma had ik dan een lang levende liefde parodie. Yeah. Maar die ging zo op de woorden, dat moest je zo over nadenken, kon je geen fout permitteren, want anders werkt het gewoon niet. Het lang leven liefde, dat SBS-programma, weet je dat? Ja, ik ken het. En dan komen ze, dat is altijd, want dat wil je beste eten. Beste kater-tv gewoon. Wat zeg je? Beste kater-tv. Dat is gewoon op de bank liggen en gewoon het liefste marathon kijken. Ja. Maar mensen zijn, mannen zijn zo dom, die niet weten hoe een koffiezetapparaat werkt. Vrouwen die altijd zelf het initiatief nemen, laat het dan ook aan iemand anders over. Als je zegt, ik wil wel iemand die een beetje initiatief neemt, laat ze dan ook het initiatief nemen. Ja. Maar dan zitten ze weer bovenop. Ja. Dan zegt zo'n man, wat gaan we koken? Nou ja, ik kook nooit. Nou, dat kook ik wel. Waar heb je trek in? Ja. Dan zegt hij, kip. Ja, kip. Maar pasta pesto. Ja, dan doe je toch geen kip? Maar dan geef je de man een kans en zegt hij, oh ja, lekker kip. Oh, pasta pesto. Ja, toch eigenlijk pasta pesto. Er was ook een vrouw die zei van, kook je? Ja, ik kook wel. Nou, niet goed. Maar, ja, ik maak al wat pasta pesto. Ja, pasta pesto wordt heel veel. Ze zegt, we kunnen ook kaas verduren. Denk jij, je wilt toch zelf beslissen. Ik vind het grappig, want jij had het laatst over pasta pesto. Ja, wij horen het altijd, vooral bij fitnessmensen is het pasta pesto. Pasta pesto en met kip. Ja, wij eten het nooit, maar we horen gewoon zoveel om ons heen. Het is een soort van makkelijke high-protein gerecht of zo. Ja, I don't know her, dus het zal wel. Ja, het is zo fantasieloos. Ja, dat is het. Nou, het is gewoon pasta. Je pakt zo'n blikje pesto, dan heb je pasta pesto. Ja. En nu waarschijnlijk, want het is heel Rotterdam, er wat kaas bij. Dan heb je topavond. Precies, maar misschien zijn er mooie varianten op de pasta pesto. Leave it in de comments. Ja, met citroenzest of een beetje gedroogde tomaatjes, jongens. Blackout baggage. En dat is een item wat je als het goed is mee hebt genomen. Ja. Wat wij nog niet hebben gezien. Nee. Wat jij hopelijk kan pakken en aan Nikkie kan geven. Oh jee. Ja, en het moest iets waar je niet zonder kunt, toch? Ja. Of iets wat een speciale betekenis heeft voor jou. Of in ieder geval iets wat jou... ben je nu al aan het... Nee, ik heb hem in mijn handen. Pas op voor de vaas. Pakken. Waar is je hand? Hier, vochtgeluid. Hallo? Ik weet niet waar je bent. Waar ben jij? Ik weet niet waar jij bent. Nikkie, steek je nou wel je hand uit? Ben jij überhaupt iets aan het doen? Ik ben hier... Dat geef ik nu aan Jan. Je kan bloeden. Het kan bloeden? Nou ja, je kan er wel gaan bloeden. Ik heb het vast. Wacht even, ik moet even... Het is dus scherp. Of het kan scherp zijn. Is dit een briefopener? Nee. Oh. Je moet ook aan mij denken, hè? Is het een dolk? Hé, wat is dit nou? Ja, het is iets waar je niet zonder kunt. Hè? Want ik bedoel, er zijn veel dingen in mijn leven. Oh, dan heb ik wel. Kan natuurlijk ook bij de kinderen in het donker kunnen opbrengen. Maar er zit wel een scherpe punt aan. Zeker, aan alles zit een scherp punt als je een beetje daar. Is het? Huh? Wacht, ik heb een handvat. Ja, hier, wacht. Ik geef je de zachte kant. Ik weet niet waar je bent. Ja, je moet altijd met de zachte kant geven. Ik weet niet waar je bent. Just a tip. Oh ja, daar. Ja. Heb je hem? Ja. Oké. Oh! Wat is dat? Ja, ik weet wat dat is. Het is toch een briefopener? Nee. Het is een oestermes. Precies. Jezus! Ja. Oh, een oestermes? Je kan ook zeggen, in plaats van Jezus, waarom? Waarom, Paul? Nee. Nou, is dit het nou? Nee. Het ging over, je moest iets meenemen wat onmisbaar was voor je. Ja, zonder een oestermes krijg je nooit een oester open. Dus jij klapt elke dag een oestertje? Ik zou elke dag een oestertje kunnen hebben, ja. Echt? Ja. Ja. En is dat nog een metafoor? Nou ja, dat je elke gesloten oester moet je open zien te krijgen. Moet je mes in stoppen, hè? Ja. God, wat een poëten zijn het, hè? Maar hoe vaak ben jij in de keuken te vinden, zeg maar, voor je eigen... of voor het gezelschap wat je... Als ik thuis ben, ben ik altijd in de keuken. Ja? Ja, en ook... ik had gisteravond ook vrij. Maar je bent verhuisd, toch? Ik weet niet of je dit hebt gedaan. Ja, we zijn in Amsterdam gaan wonen. Ja, want je had echt een heel mooi huis. Ja, nog steeds. Ja? Zijn nog steeds te koop. Ja, oh ja. Dus, alle gegadigden meldt u. Nee, maar het is een prachtig huis met vooral een hele mooie tuin, maar vooral een hele lekkere keuken. Ja. Hoe lang ben je al samen met je man? Vanaf 95. Bijna 30 jaar. Zo. Ja. Toen was ik 1. Sorry, ik wou het toch weer. Even in fietsen. Even erin. En jij, Les? Wij zijn nu bijna in de zomer. Nee, hoe oud was je? Nee, hoe oud was je? 5. Het zie mij nou hoe lang je met je man bent. Hoe lang ik met jouw man ben? Hoe oud je was toen? Hoe oud was je in 95? Ik was in 95, was ik 6. Oké. Ja. Nee, same, baby's. Ja. Hup, wegsfeer. Nee, ja. Nee, maar jullie zijn lang samen al. En dat is ook wel belangrijk, denk ik, als basis voor jou. Zeker, zeker, ja. Waarom? Ja, goed, want we stellen elkaar wel eens de vraag, waarom zijn we eigenlijk bij elkaar? En dan zegt mijn man, ja, bij jou is nooit een saai moment. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ook op een positieve manier. Hè? Niet dat je denkt van, god, moet ik weer. Het gaat allemaal om hem, dat is niet zo. Weer juice, ja. En bij hem heb ik echt van, hij is degene die me echt met de beide benen op de grond laat staan. En hij is ontzettend aantrekkelijk en leuk. Ja, en wie laat jou in je omgeving nog meer met beide benen op de grond staan? Nou, mijn zoons natuurlijk, maar ook wel Hanneke, Groenteman, Cornelant, Peter, vrienden van mij waar ik al lang mee omga. Ja. Mensen zeggen ook altijd, ja, hij heeft alleen maar ja-knikkers omheen. Ja, kom een keer kijken, dat aan ja-knikkers heb je geen ene fuck. Nee. Weet je, een ja-knikker, dat is helemaal niet goed. En hetzelfde ook het geval van, ik ben ongelooflijk fel in de wedstrijd. Ik ben ontzettend fanatiek. En ik wil ook echt het beste uit mezelf naar boven halen. En dat trek ik ook met mensen mee met wie ik het programma maak. Maar na afloop, dan vieren we het leven. Dan vieren we de uitzending. Dus dan zijn er bitterballen en wijn. Ook aan het einde van elk seizoen. Dan gaan we barbecue of fondue of we gaan feesten aanrichten. Ik kook ook altijd voor de groep. Dat probeer ik elk jaar te doen. Dat is bij mij thuis. Dan probeer ik te koken of iets te organiseren. Daarom, als ik ben absoluut, zal ik wel eens over de schreef zijn gegaan. Maar omdat ik het heb gedaan, maar ook of mijn excuses aanbood, of gewoon altijd zorgen dat we met z'n allen een programma maken. Dat vind ik het allerbeste om te doen. Dus aan ja-knikkers heb je niet zoveel. Maar is het leveltje Matthijs over de schreef? Of? Nee. Nou, laat ik zo zeggen, dat weet ik niet. I love deze kwalificatie. Ja, toch een beetje meetlat. Ja, maar dat is toch anders. Ik denk dat dat ook echt wel... Nu zou je dat niet meer doen. Op die manier dat ik wel eens boos werd of... Maar als ik boos werd, na afloop van de uitzending, altijd naar degene toe gaan. Ja. Altijd zeggen van sorry of spijt me. Of, ja, dus je was wel bewust. En dat is ook het perfecte in onze relatie. We gaan nooit met ruzie naar bed. We gaan nooit met ruzie slapen we in. Nee. Pst, even een berichtje tussendoor. Naast deze podcast hebben wij ook een cosmetica-merk. Nimja by Nikkie Tutorials. Dat ben ik. Skincare en make-up producten voor beginners of gevorderden. Regelmatig hebben we ook mooie acties met bundels, waar je ook heel veel voordeel in kan vinden. Kijk op www.nimja.com. N-I-M-Y-A.com. Lingo! Maar je zegt, nu zou ik dat niet meer doen. Je hebt daar wel van geleerd. Je werkt dus tegenwoordig anders op de vloer dan dat je dat vroeger deed. Ja, maar ik heb ook wel gesprekken gehad met redacteuren met wie ik ging werken. Van ja, ik ben soms iemand... Uiteindelijk neem ik toch de beslissing ja of nee. Mm-hmm. En als je dat niet kan, dan moeten we niet met elkaar gaan werken. En dat ik zei, en soms ben ik ook heel onredelijk. Dat spijt me nu al, maar ja, ik kan niet fluisterend mijn werk doen. Waarom niet? Ja, dat lukt me gewoon niet. Omdat datzelfde natuurlijk een aantal maanden geleden kwam er een berichtje dat ik mijn stem zou hebben verheft in het Maxima Centrum tijdens de opnames van Niet Klein te krijgen. Ja. En ik heb inderdaad discussie gehad met de regisseuse, maar het was boven 2 hoog. Er was niemand bij, behalve de persvoorlichter van het Maxima Centrum en de ouders waar het om ging. De discussie ging dat haar opvatting was niet mijn opvatting, daar moesten we het over hebben. Van de regisseur? Van de regisseur, ja. En uiteindelijk... Ja. Is het gewoon, ik ben ook niet door de gangen gelopen. Ik ben niet woedend geworden. Ik heb een discussie gehad met stemverheffing. Ja. Nou, waar we nu over hebben, hè, dus met stemverheffing. Ja. 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 Nou, uiteindelijk heb ik de regisseuse in de lunch nog gezegd... is het goed? Is het uitgepraat? Het is uitgepraat. We hebben nog een lunch, we hebben die middag verder gedraaid... en opeens niks meer gehoord. We hebben nog... uiteindelijk zei ze, wil je dat ze van het programma af wordt gehaald? Ze zei helemaal niet... Want ik ga niemand zijn brood uit de mond stelen. Alleen, ja, we moeten het wel over hebben hoe we voortaan doorgaan. Ja. Toen is als editor doorgegaan aan het programma. Ze heeft achteraf nog gezegd, ook tegen de productiemaatschappij... als jullie hem ooit nodig hebben, in geval van nood... ik kan prima met hem werken. Ja. Dat is allemaal gebeurd 2 jaar geleden. En opeens, na het rapport van Rijn... Ja. kwam een artikel in het Algemeen Dagblad... dat ik dus mijn stem zou hebben verheft. Ja. Ik stond... Toevallig had ik opnames van Niet Klein te krijgen, 2e seizoen. Ja. En ik dacht, hé, waar gaat het over? Ja. Nou, uiteindelijk ging het dan over desbetreffende regisseuse. Ik dacht, oh ja, dat is gebeurd. Maar dat was toch gewoon... Dat is toch uitgepraat? Dat is toch... daar ging het helemaal niet om. Het ging om dat feit. Ja, ja, ja. Uiteindelijk hebben we allemaal onderzocht. We zijn nu inmiddels een aantal maanden verder. Ik ben gestopt met het programma. Nee. Ja. Echt niet? Nee, waarom? Omdat ik niet wil dat in het Maxima Centrum maar één ouder denkt met een kind wat ziek is. Daar loopt de jongen die zijn stem heeft verheven. Oh nee, Paul. Dus ik ben stopgezet. En dus we hebben een enorm gesprek gehad. Ook over het feit dat het allemaal niet zo is gegaan zoals nu is geïnterpreteerd. Dat wordt ook door iedereen toegegeven. Toen heb ik gevraagd aan BNNVARA. Nou, dan lijkt me toch handig dat er een persbericht wordt uitgestuurd. Ja, op de correcte. Dat zowel het Maxima Centrum als de VARA, als de ouders. Als, yeah. Er is maar één iemand binnen de productiemaatschappij die zegt van ja, het is toch anders gegaan. Dat is niet zo is gegaan. Yeah. Heb ik gezegd, dat is voor mij geen reden om... Dit programma moet gaan om de kinderen yeah. die centraal staan. En een presentator die nu een beetje, wat dus onterecht onder vuur lag, die moet daar nu geen rol in spelen. Dus ik ben ermee gestopt. Maar als het onterecht is, dan hoef je toch niet te stoppen? Nee, maar ik wil niet in het Maxima Centrum, je kent het. Dat wil ik gewoon niet daar een onderwerp van gesprek zijn. Daarbij is natuurlijk, zijn de verhoudingen tussen mij en productiemaatschappij, met name een paar personen van de productiemaatschappij, zo anders dat ik denk, ja, dan moeten we gewoon elkaar loslaten. En, ja. Jeetje zeg. Ja, maar ze hebben mijn talent niet afgenomen. Nee, maar ik vind het was zo'n mooi programma. Ja, maar zelfs, kijk, op een gegeven moment valt er niet hetzelfde wat... Toen het artikel uitkwam, werd Erwin Wellemars ook gevraagd in het programma van Bo... Ja. Hoe ik dan was in de tijd dat wij samenwerkten. En toen, ja, Erwin kwam er niet uit. Maar ik ken Erwin, ik heb altijd goed contact met hem gehad, ook daarna. Ja. Dus ik moest enorm lachen. Dus ik heb hem gelijk een appje gestuurd met daar een enorme smiley en Erwin, geen probleem. En toen zei Erwin, ja, ik voel me toch bezwaard. Nou, kom anders in mijn podcast. Ja. Dan gaan we het erover hebben. Ja. Dus die maand daarna is hij in mijn podcast gekomen. Helemaal uitgepraat. Geen artikel. Niets dat iemand zegt van, nou, het is toch anders gegaan dan dat Erwin Nee, heeft. Maar dat is altijd. Daar gaat het ook niet om. Het gaat helemaal niet om de drama. Het gaat om gewoon... maar ik hoor een paar keer dat je zegt van, ja, het is anders dan gegaan. Maar er zijn er niet ook gewoon situaties geweest... wat je zegt, waar je wel over de scheef bent. Zeker, zeker, zeker. En ik denk dat natuurlijk wel... dat is een beetje het moeilijk aan deze discussie... dat we heel veel situaties hebben gehad... waar mensen wel over de scheef zijn gegaan... en die komen er makkelijk mee weg... of die gaan al snel, heel snel in die slachtofferrol zitten. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook bepaalde koppen... die misschien wel echt te vaak de grens over. Zeker, zeker. Maar kijk, ik praat natuurlijk alleen over mezelf. Hè? Ja. Over mijn werksituatie. Dat is ook de reden dat ik niet fluisterend mijn werk kan doen. Nee. Dat kan ik gewoon echt niet. Dus ik moet dus met de mensen met wie ik nu werk, zoals redacteur... en nogmaals, het programma Niet Klein te krijgen... is een productiemaatschappij waar ik normaal nooit mee werk. Dus ik heb met iedereen heel goed gewerkt. Ja. Ja. Niet op de regisseur, maar de regisseurs ging uiteindelijk ook goed. Ja. Naar mijn gevoel. Ja. Alleen ik denk dat is gewoon opgeklopt door... Nou, door misschien een paar mensen bij de productiemaatschappij... wat ik niet reëel vind. Mm. Maar dat doet er niet toe. Kijk, als het nou programma's zou zijn... waar ik gewoon kon lachen... en dan zou het anders zijn dan in een programma... waar echt... Ja, het gaat over kwetsbare... Het is een kwetsbaar onderwerp. En dat wil ik gewoon niet. Maar ben jij wel bewuster geworden... sinds het artikel, sinds de laatste jaren van... wat je misschien nog wel of niet kan doen... en heb je je gedrag ook aangepast? Nou ja, ik ben iemand die... absoluut fel is in de heat of de hitte van de strijd. Maar daarna is het ook gelijk afgelopen. Dus vroeger was je wel gewenst om gelijk iemand ook aan te spreken... of een discussie te voeren. Nou, dat kan nu niet meer, omdat je inderdaad ook... de rolverdeling is anders. Dat heeft ook mijn geluidsman Milko, heeft ooit tegen mij gezegd... heeft jarenlang met mij gewerkt. Ja. Maar door mijn directheid... zeiden van ja, ik ben gewoon de allerbeste geluidsman, vind ik. Maar alleen bij jou word ik onzeker. Ja. Dat heeft mijn ogen enorm geopend. Dat zie je ook in de documentaire De Entertainer. Want daar gebeurt het ook in. Die ben ik jarenlang gevolgd. Ja. En dan zie je dat het letterlijk gebeurt. Opeens, oh ja, verrek. De rolverdeling is zo anders. Dat kan je helemaal niet maken om aan het publiek dat te doen. Ik heb het absoluut gedaan in mijn... verleden. Maar ik heb het altijd wel erkend in de meeste gevallen. Ja. Kijk, zou nu misschien dat iemand nu luistert en denkt... ja, maar bij mij niet. Ja, dat dan nu mijn excuus. Maar dat in het algemeen probeer ik het wel gelijk goed te maken, weet je. Ja. Het moet niet zijn dat ik nu probeer... Tuurlijk was ik een vervelend iemand. Maar ik was ook jonger, ambitieus. Ik wilde absoluut de beste zijn van heel de wereld. Ja, dat gaat nu anders. Het hoeft nu niet meer ten koste van andere mensen te gaan. Nee, precies. En ik denk dat het wel wat je omschrijft als... mijn rol of het gewicht van jouw woorden bijvoorbeeld. Ik denk dat we daar misschien nu wel meer bewust van worden nog. Dat als jij in een bepaalde rol in een productie zit... en je neemt inderdaad het voortouw... dan op het moment dat jij natuurlijk... al stel je alleen maar de vraag... moeten we deze lampen misschien wat meer paars maken... dan zullen er misschien 2 vlekken in hun nek krijgen... en denken, oh mijn god, ik moet even de paarse filter halen, et cetera. En dat is aan de ene kant natuurlijk bij de ontvanger... maar dat is ook omdat je natuurlijk het kapitein bent. Ik snap dat wel. Want ik heb dat bijvoorbeeld... Ik ben een control freak en ik heb jarenlang alles zelf moeten doen. Ja. En ik merk ook bijvoorbeeld als ik op een set kom... met mensen die ik niet ken... Kijk, de meeste mensen weten hoe ik ben en hoe ik in elkaar steek. Maar bij mij sneakt het er ook door dat ik zeg... oh ja, dan vraagt iemand of ik mijn handen omhoog wil doen. Maar dan zit ik in de strakke jurk en zeg ik, oh ja, maar schat, dat gaat niet. Ik snap dat mensen die mij kennen, die snappen, oh ja, dat gaat echt niet. Maar het is vaak moeilijk om te beseffen dat als ik zeg het gaat niet, dat komt 10 keer harder aan dan wanneer iemand anders het zegt. Ja, ja, maar als je, ja, dat is verstikker als je al zo moet nadenken, hè, over de dingen. Ja, en dat maakt het zo moeilijk. Ja, maar wat dacht je privé? Ik vind privé heel belangrijk dat ik gewoon mezelf kan zijn. En ik ben bijvoorbeeld, mijn man en mijn kinderen komen altijd op nummer 1. Ja. Dus waar ik ook ben in een restaurant, dan ga ik nooit op foto's met anderen. Ik heb het ooit een keer gehoord van een andere presentator. Nou, kan ik op Willem Ruijs, die inmiddels overleden is. Die ging dan eten met zijn kinderen en zijn vrouw. Dan kwam iemand gewoon uit van de straat het restaurant binnen. En dan ging die Willem Ruijs gewoon, die ging die vrouw op schoot bij Willem Ruijs om een foto te maken. Je bent in privé aan het eten en opeens word je uit je privésfeer gehaald. Dus vanaf dat, toen ik dat verhaal hoorde, heb ik altijd besloten, ik zal altijd mijn kinderen, mijn man laten weten en mijn familie, dat ze altijd op nummer 1 komen, hoe bekend en hoe beroemd ik ook ben. Mm-hmm. Dus ik ga niet vaak op foto's als ik privé ben. Nou, nu durf ik het bijna niet te doen, omdat ik dan bang ben dat ik... dat we gezegd, ja, Paul de Leeuw, die kap zo arrogant, wat een lul. Terwijl ik denk, ja, maar ik heb daar wel echt een goede reden voor. Ja. Omdat ik niet te arrogant wil zijn voor mijn familie of voor mijn vrienden. Dat ik alles gaat voor een privé situatie. Ik heb iets in mijn neus hangen, maar niet dat ik denk dat ik ondertussen aan het snuiven ben. Maar wel heerlijke sfeer, jongens. Ja. Ik voel niks meer, maar heerlijk. Ja, heerlijk. Grijp op wat ik bedoel, dat is echt best moeilijk. Als ik Adèle zie lopen, kijk, dan wil ik haar ook laten lopen. Maar stel nou dat Adèle vanaf kleins af aan mijn grootste voorbeeld is. En ik denk, oh mijn god, Adèle. En ik kan het niet verwerken, ik wil dit moment vastleggen. Ja, dan heb je ook natuurlijk een primaire prikkel dat iemand op de foto wil met je. Ja, maar Adèle, die wordt voor een hotel gereden. Die heeft auto's, die heeft bodyguards, die heeft 60 man... Dat hebben we ook allemaal niet, hè? We moeten gewoon, doe maar normaal, doe je al niet gek genoeg. Nee, ik niet. Nee? Kijk even naar links, Nikkie. Nou. Nee, ik ook niet. Oh, nou, maar goed, dat is wel in Amerika gewend dat je entourage hebt, dat alles wordt geregeld. En dat je ook veel meer geld daarmee verdient, dat ook kunt veroorloven. Ja. Ja. En wij zijn toch een land van, ja, doe maar gek genoeg. En als je maar denkt dat je iets boven de maaiveld komt, zo, niet dat je dan gemaaid wordt, helemaal niet, dat ben je zelf ook nog bij aanwezig. Maar wel van, doe maar normaal. Ik vind het heel fijn om gewoon normaal over straat te lopen. Ja. Kijk, er zijn heel veel mensen... Kijk, als je een wereldster bent, dan kun je dat niet meer veroorloven. Dat begrijp ik heel goed. Maar als je dan ziet dat ik heel normaal over straat loop, dan is het ook lekker om normaal... Nou ja, laat ik zo zeggen. Na afloop van een voorstelling ga ik vaak de foyer in. Ja. Nu met de telefoontjes doe ik het niet meer, want het heeft geen zin. Want ze willen alleen maar fotograferen. Terwijl vroeger, toen die telefoons nog niet bestonden, althans die fotomogelijkheid op je telefoon, ging ik altijd zitten aan de bar, bestelde nog wat, drinken, weet ik veel. En zat er iemand naast, die zei dan niks. En als ik dan 20 minuten weg ging, zei ze, mag ik op de foto? Je had nu 20 minuten, had je alle vragen kunnen stellen die je wilde. Ja. En nu wil je alleen op de foto. Dit is zo zonde. Ja. Ja. En wat ik nu wel soms doe, ik denk, zeg ze, mag ik een foto nemen? Ik krijg wel een zoen van me. Oh, ja. Ik denk, dat is een beter verhaal dan dat je een foto van me hebt. Ja, vind ik ook wel. Ja. Maar het is moeilijk, omdat ik kan ook voor de mensen denken, waar gaat het in godsnaam over? Maar ik heb er best wel last van. Aan de andere kant, als dat stopt, dan is de carrière misschien ook... Maar zou je ook zonder kunnen, inderdaad? Ja, dat weet ik zeker. Ja? Dit enige wat ik echt heel moeilijk vind om mee om te gaan. Ja, als het over een paar jaar afgelopen is... Een paar jaar, doe ze rustig. Ja, maar laat het zo zijn. Ja, hoe ga je dat dan invullen? Het enige wat ik denk, op een gegeven moment moet je... Kijk, je hebt een periode in je carrière dat je heel erg op stoom bent. En op een gegeven moment word je links en rechts ingehaald. Of je wordt niet gevraagd voor programma's waarvan je denkt, zo'n programma had ik ook wel willen doen. Ja, maar ik hoor je dit minimaal al 10 jaar zeggen, Paul. Ja, precies. Nou, dat is niet waar. Ik denk, 5 jaar. Ja, 6. Oké, 6,5. Maar nee, maar wat ik bedoel, je moet je ook voorbereiden op het feit dat de dag komt dat het er niet meer is. Maar heb jij het al geaccepteerd dan? Hoe ben jij in die voorbereiding? Ik denk dat ik wel goed daarmee bezig ben, ja. Dat ik goed voorbereid ben, ja. En dus hoe ziet zo'n periode dan eruit? Ja, dat ben ik benieuwd. Want mijn man is 7 jaar jonger. En die zei, ja, ik ga niet de rest van mijn leven met jou golven. Golven, niet kolven. Hè? Niet dat je denkt dat ik moedermelk geef. Een zietje. Ja. Zolang mijn tieten maar minder worden, dan zou ik het doen. Maar als op vertrokken worden. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik denk wel dat ik dan... Zou je in Nederland blijven? Dat denk ik niet. Nee? Nee, ik denk dat ik dan wel weg ben. Naar New York? Ja, met New York heb ik wel echt een hele goede band. En we hebben een heel erg leuk huis in Spanje. Oh ja. Maar ik zeg wel tegen man, als ik inderdaad 4, 5 maanden geen werk zou hebben, dan ga ik niet in Nederland wonen, nee. Nee. Ja, waarom? Waarom? Wat is er zoveel mis in Nederland? Dan is het toch een soort vakantiegevoel. Het weer. Alles. Ja. Nee, maar dan denk ik wel dat ik dan eerder... dan zou ik toch eerder naar het buitenland gaan, denk ik. Ja, het is, een beetje gist in het donker, hè, dit. Hey, letterlijk. Mooi. Hey. Nou, naar die volgende pilaar, jongens. Nou, daar kwam die, hoor. Daar komt hij. Ik fiets hem er even in. Twilight Delights. Daar vragen we ons af wat jij doet voor het slapen gaan. Een soort guilty pleasure. Waardoor je net te lang wakker blijft. Ja, nou, dat weet ik heel goed. Nou? Samen met mijn man, hè. Hmm? Ik zal dat ook heel sensueel zeggen. Okay. Ik kom dan terug van een voorstelling. Ja. En ik heb een man die altijd wakker blijft. Die altijd opblijft. Altijd aan. Tot ik thuis ben. Hij heeft niks. Nou, gewoon kleding aan. Okay. En dan zit hij gewoon op de bank. Hij leest een boek. Ja. Of draait wat klassieke muziek. En op het moment dat ik thuis ben, dan denk ik... ja, dan komt het showclowntje weer binnen. Clowntje is moe. En dan gaan we wat drinken. Alcoholvrij of zonder het alcohol. Of een hapje, maar niet. Maar dan gaan we tv kijken. Al het nieuwsuur. Maar daar hebben we het al over. Dan is het inmiddels al 11:45, hè? Ja. Dan kijken we nieuwsuur. Omdat we dan weten dat is het enige programma... wat we echt elke dag kijken. Omdat we denken, dat nieuws, dat geloven we. Mm-hmm. Dat is 11:15. Dan doen we meestal nog een serietje. Oh. Dat is dan zien we spannend vinden. Joodse Raad, wat nu op dit moment heel mooi is. Ja. Maar soms hebben we ook een serie. We hebben nu net Fool Me Once. Maar dat vindt Steve na 1 aflevering niet goed. Dus dat wordt dan afgeschoten. Oh, ja. Dat ga ik er in mijn eentje nu kijken. En dan gaan we iets anders kijken. Ja. En dan is het inmiddels 1:15. Ja. We hebben een tweede kannetje water op tafel gezet. Ja. We zijn nogal koekjesmonsters op een gegeven moment. En dan zitten we aan tafel met die koekjes en ook op. En dan is het inmiddels 1:15, 1:30, 2:30. Ja. En dan zeggen we tegen elkaar, gaan we naar bed? Of zullen we nog eventjes shownieuws gaan kijken? Oh ja, wat leuk. Dan kijken we naar shownieuws. We zijn geen boulevarders, maar wel shownieuws. Ja. Dan kijken we naar SBS shownieuws. We zijn gek als Patty er is. Ja. Natasha Harlequin vinden we geweldig. Ik ben van de Tooske. Ja. We vinden Bart Etterkoof heel leuk. Ja. En dan Frits Hoefnagels krijgt wat een slappe lach van. Ja. En de opening is dan nog lekker nieuws. Roxanne Hazes. Ja. Heeft ruzie met wie dan ook. Terwijl Roxanne Hazes vind ik de leukste. Ja, precies. Het zijn weer de broers. Of het gaat dan weer over Marco Borsato is weer verlengd. Daar kijken we nog naar. En op het moment dat we dan zitten te kijken... en we weten dan dat Walter Kroes zijn auto voor minder heeft kunnen verkopen... dan de vorige auto, dan zeggen we... Het is tijd. Waar kijken we in godsnaam naar? En dan gaan we naar bed, seks, slapen. Ik vind dit een prachtige avond. Ja. Dan hebben we het over 2:30, hè? Dat was heerlijk. Ja. En dan maar vroeger moest je er dan uit voor de kids. Ja, maar dat deden, voor de kids, dat was ook heftig. Ja. Toen ze nog klein waren, nog niet naar school gingen... dan gingen wij 3 maanden... 5 uur later weer aan het om 6 uur waren ze wakker, 6:30. Maar we waren in die tijd heel erg verslaafd aan 24. Dat was een serie met Kiefer Sutherland. Dat wordt 24 uur wordt dan gevolgd in een zaak. Een fantastische serie. Ja. Maar elke aflevering is een uur. En dan was bijvoorbeeld 1 uur, ze nog 1 uurtje. Maar dat was 2 uur, nog 1 uur. Dan gingen we soms als om 4 uur, 5 uur naar bed. En om 7 uur... stond onze zoon nog met zijn eigen 24 hours serie. We waren kapot, maar we konden het gewoon niet laten om te stoppen met die serie. Dat waren echt van die series. Dat elke aflevering was een cliffhanger. Ongelooflijk was dat. Ja. Ja. Maar er is een naam hiervoor, volgens mij. Homo's? Dat je dus na... Waar is het oog van die hond? Kom op. Nee, maar het is een naam, maar dat je een soort van de avond terug wilt nemen, zeg maar, na een werkdag. Dus dat je wel nog echt even iets wilt kijken, iets voor jezelf wilt doen, voordat je naar bed gaat. Ja, maar dat is sowieso ook... Wij hebben een kleine crisis gehad, mijn man en ik, toen we elkaar een jaar geleden kennen. Hij werkte in een bedrijf, dus hij kwam echt met zijn pak, kwam Jan s'avonds thuis. Mm. En dan hadden we een afspraak wat we doen. En dan hebben we even een uur lang gewoon, doe je even je eigen ding. En dan beginnen we officieel het avondprogramma. Oh, ja. Leuk. Dus bijvoorbeeld als we om 6 uur thuis om 7:30 gaan we dan eten. En nu bijvoorbeeld, nu ben ik dan zo meteen thuis. Nou, mijn man werkt, ik hoor dat hij om 5:30 vanavond nog een telefonische vergadering heeft. Yeah. Dan doen wij de oefeningen en dan ga ik al in bad en zo. Dan zullen we dan om 8 uur het avondprogramma doen. Dan spreken we af. Om 8 uur dan gaat het avondprogramma in. Dat werkt zo goed. Omdat je ook soms bijvoorbeeld niet klein te krijgen. Dan kwam ik wel eens thuis. En dan zeggen mensen, hoe zwaar was het? Het was wel zwaar, maar in de auto... Dan reageerde ik af met muziek en een beetje nadenken. En dan kwam ik thuis, want ik ook niet gelijk zin in het... hoe gaat het met je schatten? Zullen we nu al de chips opentrekken of niet? Dan zeg ik, geef me even een uurtje, anderhalf uur. Zullen we om 9 uur beginnen? Oh ja. Ik vind het heel leuk. Dat is echt een goede tip, ook om de relatie goed te houden. Omdat je namelijk ook... In je relatie wil je misschien even een uurtje, anderhalf uur... even gewoon even jezelf. Ja. Ook al ben je met z'n tweeën jezelf kunnen zijn. Of even iets voor jezelf doen. Ja. Want ik zit bijvoorbeeld elke dag in bad. Dat vind ik heel leuk. Soms een half uur, soms een uur. Ja. Dat is voor mij het ultieme moment dat ik even... Oh, ik vind het zo alleen ben. Maar dan wil ik ook niet dat iemand binnenkomt... Dan wil ik even een uurtje alleen maar gewoon dommig gelukkig zijn in mijn bad. En dan kijk je dan nog wat? Of lig je dan kijk natuurlijk naar mijn eigen lichaam. Denk je, god, het is er weer hoor. Het mag er weer zijn. Het ligt er weer. Kijk even naar Nikkie. Het mag er weer zijn. Je ziet er niet meer knikken. Ja, ik hoop het. Hebben we nog een pilaar? Ja, de laatste pilaar, Paul. Pilaar. En dat is een beetje misschien een dooddoener zo aan het einde. Maar de laatste pilaar die we hebben... Is... Was het überhaupt levend? Nee. Ja, ik vond wel. Als ik dat oogje zie van die hond, denk ik, het was allemaal levend. Stop nou eens met die hond! The Darkest Hour. En daar ben ik benieuwd. Wanneer was het moment dat je Nikkie ontvolgt op Instagram? Pardon? Nog één keer. Dat je me ontvolgt op Instagram? Ja. Dit is wel mijn Darkest Hour. Wat was het dan? Nikkie is achterkomen, je volgt niet meer op Instagram. Nee, ik ga je uitleggen wat dat is. Oh, je hebt het ook bewust gedaan. Nou, niet alleen jij, maar nog 430 anderen. Oh, wat erg, Nikkie. Maar ik ga gelijk weer volgen. Nee, nou hoeft niet meer. Oké. Nee, maar ik ben gek op gehandicapte hondjes. Dus ik wil graag zien hoe het met het afloopt. Nee, ik zal je uitleggen hoe dat komt. Ik was verslaafd aan Instagram en Facebook. Ja. En het ging mijn hele leven bepalen. Dus wat er gebeurde, was dat ik gewoon... Ik deed niks. Ik deed niks meer dan alleen maar iedereen volgen. Hmm. Ja. Dus ik heb toen echt... Met één kant heb ik zowel Instagram als Facebook van mijn iPad gehaald. Dat ik in bed gewoon kan lezen. En niet bezig ben met andermans zorgen. Ja. En ik heb een hele club mensen waar ik denk... Ja, eigenlijk moet ik er van af. Want ik wil gewoon weten hoe het met iedereen gaat. En het is gewoon niet normaal. Dan moet ik gewoon even bellen anders met iemand. Nou goed, ik heb je nummer niet. Ja. Wel van Wes. Maar ik ga je gelijk weer volgen. Want, maar jij bent een vriend van mij. Ja. Weet je, dat is wat anders. Nou, dat blijkt. Ja, maar daar ben ik alles voor jou. Nee, maar goed, daar moeten we ook vaker afspreken. Maar je hebt gelijk. Ik moet dat ook... mensen die ik echt niet ken, denk die hoef ik niet... God, zo wel meer mensen denken van waarom heb ik... je bent exposed nu. De mensen hebben dat door. Ja. Nou, ga ik maar beginnen. Nicolette van Dam, sorry. Ja, maak nu maar de lijst even af. Wie heb jij allemaal? Ja, Fred van Leer. Ik heb alles ontvolgd. Kim Lian van der Meij. Nikkie. What did Kim Lian do? Ja. Nikkie Plaster. Maar, dus voor de record... vliegtuigen van. Dan denk ik, ik heb dan genoeg vliegtuigen gezien, hoor. Kijk, maar in deze camera een apology video. Maar het is dus niet met kwade intenties. Nee. Sorry. Huh? Mensen, al die bekenden die ik ontvolgd heb. Sorry. Het spijt me. Vergeet. Nee, ik heb dit opgezet en ik heb genoten. Nee, het werd vooral een ding. Ik ging jou feliciteren voor je verjaardag. Oh. En ik kijk en ik zeg... Hij volgt en je stond al gepland voor dit. Ik zo, maar komt hij nog wel? Maar je bent er pas vorige week achtergekomen. Ja. Ik heb je al maanden niet meer in de gaten. Nee, maar je acties hebben gevolgen, Paul. Ja, sorry. Begrijp dat. Ik heb een week lang heeft Nikkie gehuild en die heeft onzeker gezeten. Ja. Paul, ik wil je heel erg bedanken. Jullie ook bedankt. Ja, nou doei. Voor de koffie. Voor dit hier in de slagroom. Melk. En melk. En mijn hond belachelijk maken. Nee, niet belachelijk. Dat bedoel ik met honden. Ook met één oog moet je normaal behandelen. Mila, bedankt dat je mag er ook zijn. Mono. Mono ook. Sluit jij maar af. Ik heb geen zin meer. Nee, dankjewel. Doei. Graag gedaan. Doei. En we gaan dus lampjes aandoen. Dus dit was een moment. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Komt-ie. Oh, heb je alles weer dicht? Ja. Oké. Okay. Shit. Shit. Zo. Je had toch net wat anders aan?